Hallo, ik ga je laten zien hoe je door gebruik te maken van lijsten je vrienden in groepen kan delen en op die manier kan beheren. Je gaat naar je statpagina, dan ga je naar je vriendengroep, vrienden. Je ziet, ik moet met mijn muis over het woordje gaan om het woordje meer tevoorschijn te halen. Dat is meteen het linkje naar mijn lijstbeheer. Hier kan ik kiezen om een nieuwe lijst te maken. Ik kies, maak de lijst testlijst, om even te laten zien. En ik zet er even Monique in, want die had daar een vraag over. Monique Sleven. En ik heb de lijst gemaakt nu. Als ik vanaf mijn eigen pagina een update wil plaatsen, dus voor deze groep, dan typ ik mijn berichtje. Ik ga naar dit kleine driehoekje en zoek de testlijst in mijn rijtje. Als je hem hier niet bij ziet staan, dan moet je even alle lijsten weergeven. Dan krijg je alles te zien. Hij stond er nu wel bij, dus hier kan ik al naartoe. En als ik hem plaats, krijgt alleen de vrienden die op deze testlijst staan, krijgen dit berichtje te zien. Dus dat is in dit geval alleen Monique. Stel dat je nou die lijst eigenlijk er niet veel gebruikt en je wil van die vriendenlijst af, ga je weer naar je vriendengroep, weer naar meer, kom je weer in het lijstbeheerscherm, zoek je je testlijst op, lijst beheren, lijst verwijderen en weg is hij. Klaar. Hij is verdwenen uit de rij. En zo kun je dus lijsten maken en lijsten verwijderen. En op die manier heel specifiek je updates richten aan specifieke vriendengroepen. Heel makkelijk dus.